Over ons pagina. De Over ons pagina is een van de meest bezochte pagina's. En ook een enorm belangrijke pagina. Op de Over ons pagina maak jij contact met jouw bezoekers. Als ik op de Over ons pagina beland, dan ben ik geïnteresseerd in jou. Dus ben ik een hele waardevolle bezoeker geworden. Zorg dus dat jij op je Over ons pagina, dus voordat je überhaupt je Over ons pagina gaat schrijven en gaat indelen, sorry, dat jij je verdiept in je bezoeker. Nou, in de module over de productpagina heb ik je daar ook een heel handig stappenplan voor gegeven. Denk op je Over ons pagina na. Allereerst, wie zijn mijn bezoekers? Welke vragen zullen zij hebben? En welke voordelen kan ik bieden en welke nadelen heeft mijn bedrijf? Kom ik straks allemaal op terug. Dus zorg allereerst dat je je Over ons pagina persoonlijk maakt. Vertel wie jullie zijn. Vertel wat je passie is. Ga het niet hebben over jullie, maar ga het hebben over wat jullie voor mij kunnen bieden. Wie zijn jullie? Waar zijn jullie zo goed in? Wat maakt jullie bijzonder? Dat zul je ook zien op de Over ons pagina, Internet Marketing Gemak, ben eigenlijk via de psychologie door een heel levensverhaal in online marketing beland. Mijn geschiedenis gebruik ik ook in mijn propositie. Ik geloof er heel heilig in dat mijn opleiding psychologie er ook voor heeft geholpen dat ik heel anders naar de marketing kijk. Ik kijk niet naar de telcel manier of naar het pushen, maar kijk eigenlijk naar van oké, hoe kruip je in dat brein van je klant? Op onze Over ons pagina gaan we het daar dus ook over hebben. Ik maak bepaalde beloftes op die pagina. En ik draai het elke keer om. Doordat wij dit zijn, kan ik dit bieden. Dus maak het persoonlijk en geef meteen een draai aan. Van oké, leuk dat jij heel handig bent met cijfers, maar wat heeft dat het voordeel voor mij? Dus ga het niet hebben over je missie, visie, je hele geschiedenis en dergelijke. Het interesseert me geen fluit. Ik wil weten of jouw bedrijf geschikt is voor mijn budget. Kijk vervolgens naar welke feiten zijn er. Dus heb het niet over beweringen, over claimen. Nee, heb het over de feiten. Wij zijn het beste bureau. Wij bieden altijd maatwerk. Fijn, dat geloof ik ook. Maar laat het dan ook duidelijk zien. Als je altijd maatwerk biedt, tegenwoordig biedt elk bedrijf maatwerk. Ik kom zelfs op Over ons pagina's van schilders terecht die mij beweren, wij bieden maatwerk. Ja, heel eerlijk, nogal fijn dat je maatwerk biedt. Ja, als ik zeg ik wil een rode muur en het wordt al groen, ja, dan vind ik dat niet zo heel prettig. Dus bedenk van oké, als ik maatwerk bied, en dat wil ik ook echt duidelijk maken aan mijn bezoekers, want daarmee onderscheid ik mij ten opzichte van mijn concurrenten. Hoe maak ik dan ook helder, zonder het eigenlijk zelf te beweren, dat ik ook daadwerkelijk maatwerk bied? Toon bijvoorbeeld evaluaties van iemand die zegt van, ze dachten perfect met mij mee, had ik dit in mijn hoofd, maar ze hadden me zodanig geadviseerd dat ik een heel op maat gemaakt traject kreeg. Denk daarover hoe jij jouw claims eigenlijk ook daadwerkelijk kunt bewijzen. Maak jezelf ook niet te groot. Wat ik heel vaak zie op Over ons pagina's is dat of een ZZP'er, dus een klein bedrijf, het over we heeft, terwijl het eigenlijk in zijn eentje is. Of dat er dus iets heel groots wordt gemaakt. Je ziet een hele verschuiving, zeker online, komen. Wij zijn ook niet het grootste online marketingbureau. Toch werken wij samen met behoorlijk grote spelers. Die hebben er bewust voor gekozen om met een kleiner bureau te werken, omdat wij met hele kleine lijntjes werken. Wij zijn zo het verlengde van dat bedrijf. Als jij een groter bedrijf hebt, kun je niet die flexibiliteit en die in mijn ogen klantenservice bieden, dat korte lijntje waar tegenwoordig enorm veel behoefte aan is. Dus zorg ook niet dat je jezelf groter gaat maken, want dat je groot er bent, dus al heb jij 100 man personeel, betekent het nog niet dat je ook een beter bedrijf bent en dat jij andere bedrijven beter kan helpen dan een kleiner bedrijf. Zorg ook dat je de juiste afbeeldingen kiest. Maak het persoonlijk. Ik wil weten wie die vent achter die tent is. Als ik op jouw Over ons pagina geen foto's zie van jullie, dan doet dat afbreuk aan mijn vertrouwen.
Dus laat duidelijk zien op je over ons pagina eventueel ook wat het adres is. Dus waar kan ik jullie vinden? Wie zit er achter? Maak ook helder dat als je heel je team gaat beschrijven, wat zijn de kwaliteiten? Dus wat gaat als iemand van het team van Internet Marketing Gemak met jullie bedrijf aan de slag gaat? Wat zijn dan de kwaliteiten van dat individu? Hoe gaat die persoon jou verder helpen in de groei van jouw bedrijf? Bied jij producten aan, denk dan ook na van wat zijn jouw belangrijkste waardes? Waar doen jullie heel hard je best voor? Wat geloof jij dat de markt nodig heeft? En hoe maak je dat duidelijk en helder op je over ons pagina? Nou, wederom zijn er overal ook praktijkmodules en hebben we templates voor je gemaakt. Waarbij je dus eigenlijk een vliegende start kunt maken. Sowieso raad ik je weer aan om eerst eens alles op te schrijven. Van oké, welke vragen kunnen mijn klanten hebben? Waar onderscheid ik me in? Hoe maak ik het extra persoonlijk? En wat is nu mijn onderscheidend vermogen? Omdat ik psycholoog ben, onderscheid ik me direct van mijn conculega's. Ik kan dat zeggen, van, ja, hè, wij werken met maatwerk en ik werk met psychologie. Nee, vertel wat dan. Wat maakt dan dat als ik psycholoog ben, dat ik dan eigenlijk jou beter kan helpen dan een andere marketeer? Dus zorg dat je bekijkt van oké, hoe onderscheid ik me? En draai dat zo om, dat je direct ook in de voordelen hebt. Omdat ik puntje, puntje, puntje ben, kan ik meer puntje, 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 puntje. Wederom, mocht je vragen hebben, dus ga aan de slag. Schrijf eerst heel je over ons pagina. Denk na over de elementen die er moeten zijn. Denk na over de twijfels die je kunt wegnemen. Want onthoud je over ons pagina is bedoeld om dat laatste setje te geven. Mensen zijn geïnteresseerd, hebben vertrouwen, willen alleen nog even zeker weten of dat jij de juiste persoon bent. Ga ermee aan de slag, bekijk ook de praktijkmodules. Kom je er niet uit of heb je toch nog een vraag? Kijk even in de vraag en antwoord sectie. Staat je antwoord daar niet tussen? Stuur dan even een mailtje via het supportformulier en wij helpen je verder.